Hallo mensen van Monniker en welkom bij deze gloednieuwe Sims 4 video met alle uitbreidingspakketten. We zijn hier met zwangere Jet. Oh, Monniker stinkt, die is klaar met werken en een ander is terug van school. En we hebben eindelijk wat meer geld. Het gaat hard zo als we zo doorgaan. Maar ik vind dat het tijd is dat jij eens even gaat douchen. Jij moet eens even gaan douchen. Wat staat hier? Een koude douche nemen. Waarom een koude douche? Waarom staat dat zo gekleurd? Ik weet het niet. We gaan eens even eerst voor je zorgen, dus dat jij ook gaat eten dadelijk, wat Jet nu aan het koken is. Het kost heel veel geld, dus oh, wat is er nou weer gebeurd? Ranzig. Ja, je bent ranzig, maar je bent zo weer schoon. Kijk, hij is gewoon aan het douchen. Moet heel snel omhoog gaan. Nou, daar gaan we goed komen. Nou, Jet moet eventjes gaan koken. Oh, ze heeft gekookt! En dan kunnen we zo weer lekker van eten. Een portie pakken. Susanne Vliet, die zegt... Hey, ik hoorde dat jij in Jet nooit... Oh, oké. Leuk allemaal. Je moet even wat harder gaan schrobben, jongen, dat het allemaal wat sneller gaat. Anders schiet het niet op. Onder de douche. Oh, wat leuk dat ze hier allemaal gesprekjes hebben. Ik ben benieuwd wanneer we op vakantie zullen gaan. Want vakantie... Wat is er gebeurd? Dat willen we allemaal natuurlijk, vakantie. Hij is blij. Hij is blij. Wie is blij? Hij is blij. Oké, deze man, die gaat straks douchen. Plezier heeft hij niet echt. Maar je kan straks pas douchen, jongen. Oh. Wie deed dat nou? En eten moet je ook... Ja, ik snap dat je niet kan douchen als hij eronder staat. Maar dan kan je na het eten kan je dan douchen. Slimmerik. En dan kies zo dus eten. En daarna ga jij lekker slapen. Ja! Ja! We gaan niet naar bed samen met de vrouw, want ze is zwanger. Wat is dat hier? Een mooi plantje. Moeten we die ook verzorgen? Volgens mij niet. Volgens mij niet. Oké, er zijn maar details. Het zijn allemaal extra dingetjes. Is het lekker? Nee, ze is ochtendmisselijkheid. Ja, dat heeft ze. Ochtendmisselijkheid. Als je zwanger bent, dan ben je natuurlijk misselijk in de ochtend. En waarom is hij zo... Zo... Oh, nou niet meer. Het gaat allemaal veel beter. Hij is weer flirterig. Hij valt bijna in slaap, maar je kan nog wel een klein beetje eten. In een zoek. Gezellig. Daar staan ze. Gezellig te eten allemaal. Hallo. We staan! Wat de hel? Wat doen die mensen allemaal? Ze staan een beetje voor zich uit te staren, oké. Je moet ook naar het toilet. Dan doe je voor het douchen, want dan word je niet vies. Zo, Sims logica. En daarna ga je ook naar bed. Ja, slapen. Want het is alweer laat. Ah, hij wilde nog gaan computeren. Ja. Ik snap dat je ook plezier wil hebben. Dat heeft hij ook nodig, maar ja. Voor zover het er nu voor staat, gaat het allemaal super goed. Dus we gaan even tijd vooruit spoelen. Dan hoop ik dat we een leuk berichtje krijgen. Waardoor wij eigenlijk... Oh, het is slecht hier te glimmen de hele tijd. Paddenstoelen. Wilde paddenstoelen. Zullen we die... Oh, ligt iedereen te slapen? Oh nee, Jet niet. Oké. Gaan die paddenstoelen? Oogsten. Ja. We hebben paddenstoelen. Oh, een berenavond? Ja! Accepteren. Berenavond. Oh, ik hoop niet dat ze weer allebei meegaan, want ze moeten naar het werk. Ze zijn moe. Gaat het echt fout als er nou weer zoiets geks gebeurt. Ik ben wel benieuwd wat een berenavond nou eigenlijk is. Is het nou iets leuks? Is het iets raars? Is het iets goeds? Is het iets slechts? Oh, ze zijn allebei mee. Oh, nee. Nee, ze is met de vriendin. Maar ze is wel misselijk van de zwangerheid. Ja. Berenavond dus. Wat is een berenavond? Er is een beer. Hallo, beer. Wat? Ik weet nog steeds niet wat een berenavond is. Maar dit gebouw... Het ziet er wel geinig uit. Leuk gebouw, denk ik. Wat gaan we hier doen? We gaan... Beren? We gaan in ieder geval met de beer praten. Zo. En dan ga je naar de wc. Gebruiken. Maar hoe lang duurt dit dan? 3 uur. Oh, die duurt niet zo lang. Nou... We kunnen even jansen. Of we kunnen even wat drinken. Hé, nog een beer. Oh, hier komen gewoon mensen met een berenpakje aan. Ja, dat is wel leuk. Oh, heb je Zoe Patel. Oké, ze heeft geplast. Honger heeft ze. Oké, kunnen we hier ook wat eten bestellen? We hebben alleen niet zoveel geld. Hallo. Jij kan vast wel eten. Meer keuzes. Drankje bestellen, eten bestellen. Ja, braadworst. Het kost allemaal veel geld, maar ja, voor deze keer mag het.
Maak maar eens een braadworstje voor mevrouw. Voor de zwangere mevrouw. Wel gezellig hier zo aan de bar. Hallo. Oh, dat is de braadworst al. En ze hapt ernaast. Wel gezellig met die beer, hoor. Shaven. Graffine, new play. Tribna. Ja, nou, leuk. Oh, hier zitten twee beren. Oh my god. Kijk die beren hier dan. Kijk, ze zitten. Ze kunnen niet eens praten. Oh jawel, doen ze nou wel. Ze praten nu. Nou, leuk. Ik vind het berenavondje echt helemaal nergens op slaan. Het duurt nog anderhalf uur. We zijn op de helft dus. Oh, er is er nog eentje. Wat de hel? Nou, laten we dit snel vooruit spoelen. Dat we naar huis kunnen. Ze heeft een leuke avond, maar ze moet gewoon naar bed. Het is laat, te laat. 30 minuten nog. Mooi zo. Dit stomme reisje is alweer voorbij. We kunnen lekker door naar het volgende zometeen. Dus dat komt dan ook allemaal goed. Jipsy. Oké, je mag naar huis. Het is klaar. 1 minuut resterend. Hoe lang duurt het nu? Iedereen gaat naar huis? Hij blijft hangen daar bij de laatste minuut. Oh, nou is hij weg. Jij mag naar huis. Je bent een beetje dronken volgens mij. Zo. Nou, dan gaan naar huis. Ze moet slapen, want het is 1:15. En dat is echt niet goed, jongens. Ik weet niet wanneer ze moet werken. Dan kan ik kijken natuurlijk. Inventaris. Oh, ze heeft allemaal gekke dingen. Een paddenstoel heeft ze bij. Misschien kan ze die ook eten straks. Paddenstoel eten. Ja, dat gaan we doen. Ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren als ze dat gaat eten. Werk. Ze moet werken. Op. Dinsdag. Oh, al deze dagen volgens mij die in het groen staan. Dus ze moet straks werken. Oh. Ja, ik had nog een beertje aangerend. Dat wordt nog een probleempje. En ik ben benieuwd, Moniker. Oh, die doet het goed, die doet het goed. Dus je moet wel goed ervoor staan, want anders dan presteer je niet goed op het werk en dan verdien je steeds minder. Dus dat is niet goed. Ze moet gaan slapen nu. Anders heeft ze een groot, groot probleem. Als ze slecht presteert op het werk door te weinig slaap. Slapen. Waarom lig jij niet te slapen? Hij wil plezier maken, oké. Okay. En het kindje ligt ook niet te slapen. Je wil ook plezier maken. Oké. Ik snap het. Jullie willen wel plezier in het leven. Dat mag. Als jullie mama maar laten slapen. Ja, dat doen ze. En deze man is gewoon aan het eten. Hij heeft wel plezier en hij moet plassen. Als je gaat plassen, dan ga je daarna slapen. Want je moet naar het werk, meneer. En deze meneer gaat ook slapen. Iedereen lekker slapen. Yay. En dan is het alweer zometeen. Oh, het is er gebeurd. Oh nee, weer een monster onder het bed. Praat ermee. Ja, praat met het monster. Praat terug. Is je... Praten. Brullen. Praat met het monster. Nee, niet doen. Niet wakker maken. Nee. Ah, ik ben te laat. Mooi. Doe nou goed. Ook nog mama wakker maken? Oh my god, wat doe je nou? Stom kind. Hoe heet die ook alweer? Ludovliet, ja. Man. Kindje, je gaat met het monster praten. Weg. Oké. En dan ga jij brullen. Ja. Het monster staat, dus het wil duidelijk geen nieuwe vrienden. Heb je nou gebruld? Ja, brul. Brullen. Is dit brullen? Dat is nieuw voor mij. Maar oké. Ja, nou papa, jaag jij dat ding maar weg. Dat vind je misschien wel leuk. Dan kan die jongen gaan slapen. Want het is alweer 6:00 in de ochtend. Hij moet straks naar school. Oké, ga jij plassen. Stop ermee met mensen lastigvallen. Wat een lastpak. Echte lastpak. Nou, dan kan jij straks even gaan eten. En mevrouw, die staat er ook wel goed voor zo.
want die moet straks gaan werken. Maar waarom is ze... Oh, ze is weer ochtendmisselijk hoor. Ze is weer misselijk van de zwangerschap. Oké, okay, je hebt wat plezier nodig en dan staat iedereen weer lekker in het groen. Ja, tenzij... Ja, die kleine kwaaltjes natuurlijk, maar daar kan er niks aan doen. Hij wil ook plezier maken, het kindje. Maar hij heeft geen speelgoed hier. Hij heeft een super saaie kamer. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Er moet gewoon meer gewerkt worden door de ouders. En dan schiet dat allemaal op. Dan verdient iedereen... Ik dacht even dat deze kapot was. Dan verdient zich genoeg geld om wat speelgoed te kopen. Oké. Okay. Hij moet zo naar school. En ik denk dat de rest zo moet gaan werken. Ja. Moet naar het werk. En... Jet ook, toch? Hoop ik. Over een uur. Dat is nu. Daar gaan ze. Moet zij niet werken? Of omdat ze zwanger is, hoeft ze niet te werken, of wat? Ik ga eens even kijken. Naar werk gaan, dat staat er niet. Oké, okay, dus ze hoeft niet te werken. Dat is goed dan, denk ik. Oké. Okay. Nou, ze voelt zich weer beter. Dat is alles komt uiteindelijk wel goed. Misschien kan ze zometeen dan wel slapen. Nou, ik laat haar lekker haar ding doen. En ja, dit was het denk ik alweer. Het gaat allemaal super lekker met iedereen en alles. En ik heb gehoord dat dat kindje straks een echt kindje kan worden. Wat? Wat is dit nou weer? Marnik heeft morgen zijn belangrijke examen voor ruimte. Als hij niet slagen wordt, hij toch naar op vliegschool. Oké, rust. Oh shit. Moet hij blokken of in ieder geval goed uitrusten voor het examen? Hij moet rustig aan doen. Hij moet het examen halen. Er is een Geekon festival tonen. Oh my god. Daar willen wij ook heen. Is dat nu? Dan kunnen we dat misschien de volgende keer doen of zo. We zullen zien. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Doom, 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 doom